Hoi, ik sta nu op het Koningsplein. Eerst stonden hier allemaal leuke beschilderde olifantjes. Nu zijn ze er dus niet meer en gaan we naar een veiling waar ze geveild worden voor het goede doel. En we gaan ook kijken of we er misschien één kunnen bemachtigen. We zijn nu bij de veiling. Dus laten we even gaan kijken binnen. U bent vanavond op de veiling voor de Elephant Parade. Heeft u een olifant op het oog? Nou, ik heb er één geschilderd. Dus dat, en daar staat een oog op. Dus je hebt het helemaal, helemaal toevallig goed. Nee, ik ben hier gewoon om het... Natuurlijk zijn we absoluut geïnteresseerd. Alleen het meest belangrijkste is... Die dingen zijn zo hoog. Ik zit in een appartement, die kan ik nergens kwijt. Hallo Erik uit Drenthe. Hoi. Wat bent u precies aan je aan het doen? Waar lijkt het op? Normaal maak je schilderijen. En het is nu door naar de Elephant Parade. En deze olifant die wordt dus straks gedoneerd naar Londen. Want volgend jaar is de Elephant Parade in Londen. Dit is eigenlijk mijn project, daar ben ik voor gevraagd. Dus, en dit moet ik, in een uur moet hij ook voor 6 uur moet hij klaar zijn. Dus, Wat gaat u hier vanavond precies doen? Eten en drinken. En mijn olifant wordt geveild. Het is ver boven mijn verwachting zo'n groot gebeuren is. Dus ik heb geen idee eigenlijk hoe het verder in elkaar steekt. Maar ik hoop alleen dat er een beetje een mannelijke prijs opgehaald wordt voor die olifant. Mijn olifant wordt apart binnengebracht, heb ik begrepen, omdat hij tot de beste olifanten behoort. Zo niet de beste, wordt er gezegd. Heel veel succes voor de rest van jou. Helaas, niet met een olifant naar huis gegaan. Het lag niet in ons budget. Lekker gegeten, gedronken. Ja, ik ga met een goed gevoel naar huis. Dus niks te klagen, goodie bag erbij. Doei!